En ik krijg het hier verschrikkelijk warm op het balje. Mijn water is gebroken. Beste vrienden, ik heb anderhalve week geleden een nieuwe cd uitgebracht. Een nieuw album. Dat album heet Summers of 69. Leuke titel, hè? Ja, je hebt het al, hè, Maria? Summers of 69. En tot mijn grote vreugde en tot mijn grote trots en fierheid mag ik u zeggen dat mijn album deze week vanuit het niets geklommen is naar nummer 1 bij de Belgische albums. En nummer 2 nationaal. Voor mij staat Taylor Swift. En als u deze week massaal het album in huis brengt, sta ik volgende week boven Taylor. Dat zou niet slecht zijn, hè? Uit dat album heb ik een nieuwe single gemaakt. Een liedje uit 1969 is het. Het zijn allemaal nummers uit 1969 die wij in een nieuw kleedje gestoken hebben. U hebt het ook al, mevrouw. Ja. En dat liedje dat heet, dames en heren, ik ben vandaag ook compleet van de wijs met zo'n massavolk, zo en enthousiasme. Mijn nieuwe single, Je brengt me van de wijs. Ja! Van de wijs, dat is wat u doet.
Uit mijn album Summers of 69. Je brengt me van de wijs. Dank je zeer, dames en heren. Ah, leuk liedje, hè? Je brengt me van de wijs, hè? Goed. Ik ben begonnen als jonge muzikant toen ik 17 jaar oud was, in een coverband. Wij speelden liedjes van de Rolling Stones, van de Beatles, de Bee Gees, Creedence Clearwater Revival en de Kings, noem maar op, groepen van de jaren 60. En die rockmicrobe, die is een beetje blijven hangen in mijn hart binnen. En daarom, het volgende liedje komt uit mijn album Boven de Wolken. Een rock'n'roll gehalte als geen enkel nummer. Geen